Welkom bij deze les over HTML en CSS. In deze les wil ik het kort hebben over de drie verschillende manieren waarmee je met CSS kan werken. De eerste is inline, de tweede is intern, de derde is extern. Nou, laten we eerst een voorbeeld geven van hoe je inline met CSS kan werken. Inline betekent eigenlijk het volgende: je geeft per element aan wat voor CSS-code toegepast moet worden op dat element. Dus ik heb hier het element H2. En als ik hier in de HTML-file een stukje CSS wil zetten, behorende bij dit element, dan geef ik als attribuut stijl aan. En dan tussen aanhalingstekens de CSS code die ik wil gebruiken. Dus ik kan zeggen van color, oh, kleine letters uiteraard, color is red, en ik kan zeggen van background color is green. Nou, eens even kijken of hoe dit eruit gaat zien. Even uitvoeren, launch in Chrome, en wat zien we? We zien een rode tekst met een groene achtergrond. We hebben dat. Dit is dus echt CSS, geen HTML, die we in het HTML-element hebben geplaatst. Dit wordt inline genoemd. Nou, laten we nog een voorbeeld gaan doen. Laten we zeggen, we willen dit paragraaf gaan stylen. Ik wil bijvoorbeeld een randje. Dashed en dan green. Nou, een groen randje. Wel even aanhalingstekens sluiten. En 5. En wat zie ik? Een gestibbelde groene lijn. Dit wordt dus inline genoemd. De tweede manier om met CSS te gaan werken is weer in het HTML bestand, maar dan helemaal bovenaan, in de head. In de head maak je een nieuwe tag aan, die noem je style. En vervolgens geef je het type aan, type is CSS. Tekst. Je sluit uiteraard stijl af. En hier binnen, boven de pagina, kun je dus je CSS code plaatsen. Dus ik kan zeggen van body. Dus ik wil een background color. Nou, laten we zeggen red. Natuurlijk nog meer. Nou, voor de rest wil ik niet zoveel meer, maar ik kan wel de pace gaan, de paragrafen gaan stylen. Ik wil namelijk het kleurtje instellen op green. Nou, laten we even kijken of dit gaat werken. Nee, dit werkt niet. Dat komt waarschijnlijk omdat het tekst slash CSS moet zijn. En ja hoor, dat was het. Ik heb nu dus boven elke pagina, of boven deze pagina, en zo kan ik dus boven elke pagina in de head een style tag aanmaken waarin ik de HTML of de CSS code plaats. Dit wordt intern genoemd. Dus de eerste was inline CSS, de tweede, en dat is deze versie, dat is intern. Nou, en wat is extern? Dat hebben we eigenlijk al in de vorige les gezien. Dat is dat je een apart CSS bestand hebt, zoals deze. En dan geef je een link. En dan moet ik even spieken hoe dat er ook weer uitzag. Zo, deze regel, die plak ik, kopieer en plak ik even in mijn head. Het enige wat ik moet veranderen is
de naam van het CSS-bestand. Dus ik heb hier mijn CSS en ik zorg ervoor dat met behulp van de link een relatie wordt gelegd met dit bestand. Ze moeten dan wel in dezelfde map te vinden zijn. Dat is in dit geval ook zo. Ik heb hier de map bijvoorbeeld bij instructie. Daar zit opmaak.css in. En mijn HTML-file zit in dezelfde map. Ja, dus waarschijnlijk moet dit ook gaan werken. Ja, dit werkt ook. Wat is nou... wat heeft nou de voorkeur? Nou, ik heb al eerder aangegeven dat het werken met een extern bestand, dus zoals het nu is, de voorkeur verdient. Waarom? Omdat je op deze manier op één plek al je CSS-code kan plaatsen. En in elke file die je hebt, in elke HTML-file, zou je dus dezelfde link kunnen leggen met dat ene bestand. Stel je voor dat je een website maakt voor een klant en de klant die geeft aan van nou, je hebt de hele website af en het is mooi, maar ik wil toch dat je even een andere kleurtje gebruikt. Als je dus met een extern bestand werkt, dan hoef je dat maar op één of twee plekken te veranderen in één file. Maar zodra je met een intern CSS stijlcode werkt of met een inline, dan moet je in het ergste geval elke pagina langs gaan om de kleur van jouw tekst te veranderen. Als je 100 HTML bestanden hebt, dan moet je het dus 100 keer gaan veranderen. En dat is niet fijn. Dus vandaar dat we de voorkeur geven aan een extern CSS bestand. Wanneer zou het handig zijn om inline of intern te werken? Als je bijvoorbeeld snel even wat wil gaan testen, dan kan het handig zijn om inline of intern te gaan werken. Goed, ik hoop dat het een beetje duidelijk is.